Deze beschouwing is deel 2 in een kleine serie over filosofische vraagstukken. Of filosofie, taal en vraagstukken. Ik moet even nadenken wat nou de mooiste titel wordt. Ja. Maar filosofie en taal: dat zijn voor mij. Hele belangrijke dingen. Kijk, wetenschap daar heb ik me ook veel mee bezig gehouden. Hij is wel interessant. Taal is mooier. Dat is wat ik vind. Taal zegt mij meer dan wetenschap. Wetenschap zijn allemaal van die feitjes. Ja, weet je wel, als je zo doet, nou, weet je wel, weet je niet. Koken bijvoorbeeld, dat is wetenschap. En het is wel handig dat je weet hoe je binnenkort, maandag, komt mijn dochter eten. Ga ik voor haar koken. En ik ga voor haar maken. Een Hollandse herfstpot. <laughs> hey, dat is dan weer talen. Hollandse herfstpot. En dat bestaat dan uit. Um, aardappelpuree. rode kool. en stoofvlees. Dat is heel simpel natuurlijk. Dat klinkt niet echt ingewikkeld of zo. Maar ik ga er wel wat van maken. En dat is wetenschap. Hoe maak je een goede aardappelpuree? Zou ik het verklappen? Je kan gaan voor die zakjes. En dat is niet eens zo heel slecht, by the way. Dat valt wel mee hoor. Maar dat ga ik niet doen. Want mijn dochter komt eten. En ik vind het dan leuk om haar een. Ja. ja, om ook te laten zien dat ik even zelf mijn eigen aardappelpuree maak. En hoe je dat dan doet. Die rode kool, daar ga ik niet moeilijk over doen. Dat wordt een pot van de, van de hak. Want ja, ik kan wel naar de bio-winkel gaan en dan een rode kool kopen. En al die en ik, ik weet niet hoe lang hier op het gas zetten en heb ik geen zin in. Dus ik kook gewoon een pot van de hak. Dus daar die rode kool is ook klaar. Aan stoofvlees, dat wordt. Uh... Ja, dan ga ik een lekker stuk, een lekker stuk runddingers doorregen. Ja, misschien wel gewoon van de Albert Heijn. Er zit hier zo'n koninklijk geëerde. Gebreveteerde slager. Maar zou het zoveel schelen? Weet ik niet. Ik koop denk ik gewoon een lap door regenrunde lap. Even aanbraden. En dan sudderen. Oh, sudderen, sudderen, sudderen. Van Wim uh, kruidentuin Hij <laughs> heeft dus daadwerkelijk in zijn tuin staan kruiden. En van hem heb ik een paar takken laurier... ...en een paar takken salie gekregen. Ja, Laurier en Sali is dus ontzettend lekker in de stof. Uh, en ik heb een goede pan daarvoor. Met een dikke bodem en uh, zo'n zware loerespan. Daar gaan ze lekker in pruttelen. En dan doe ik ook iets met uien, denk ik. Maar die uien daar, die ga je helemaal stuk pruttelen. En wat tomaat erin. En dan ga ik denk ik niet uh, blikjes tomaat, maar gewoon verse tomaat. En dan een beetje easy op de. Op, want ik doe altijd vaak met knoflook en. en, en, en pepertoestanden, maar dan ga ik denk ik easy op deze keer. Dat het echt een beetje Hollands smaakje wordt. Het liefste zou ik nog iets willen hebben als jeneverbes. Dat is ook wel lekker hoor. En dan die aardappelpuree. koop ik een goede aardappel. Ja, en die kook je lekker uh, kruimig door. En dan giet je hem af. En dan zorg je ervoor dat je kokend hete melk hebt. Dus vlak voordat die aardappel klaar is, begin je de melk al te koken. En als je hem afgegoten hebt, die aardappel. Dan heb je die kokend hete melk en die doe je er in scheutjes bij. En dan is het de bedoeling dat je niet alles gaat lopen stampen. Maar je moet het... Die aardappel door de hete melk. Je doet dus melk bij die aardappel en dan ga je met een spatelwerkje. Je moet spatelen. Dat je niet die aardappel helemaal kapot maakt. Als je gaat stampen, dan krijg je, van die, nee, dan krijg je uiteindelijk alleen maar smurrie. Hè? De structuur van uh, een dikke vanillevla. En het is juist lekker om die aardappel nog een beetje heel te hebben. Een klein beetje een bite inzetten. En dat je hem luchtig houdt. Want als je hem heel erg gaat stampen, dan wordt het zo'n... Ja, ja, dan wordt het echt een hele kleffe hap. Of heel erg klef. Maar de kunst is om hem mooi luchtig te houden. Dat je een luchtige puree hebt. Nou, kan je niet verknallen. En dat wordt erg lekker. Dat lekker dat kind gaat goed eten. ja die rode kool dat is gegarandeerd goed hè? ja die filosofische vraagstukken dus weer terug naar die taal en wetenschap is dus wel leuk als bijvoorbeeld als je moet koken maar taal dat gaat om de om de waarheid die altijd staat en dan kan jij zeggen ja maar hoe je aardappelpuree maakte dat staat ook altijd ja Totdat er geen aardappels meer groeien op deze wereld. Ja, dan heb je niks meer aan dat recept. Maar er zijn ook waarheden en die overstijgen dus die tijdelijkheid. En nu zijn er aardappelen te kopen in Nederland. En, nou, als volgens woon ik, stel dat ik volgend jaar woon op, weet ik veel waar. En daar hebben, helemaal geen, daar hebben ze helemaal geen aardappels. Ja, dan heb ik niks aan die wijsheid van hoe je een aardappelpuree maakt. Of iemand komt bij me eten en die is veganist. Ja. Ja, wat heb je dan met die hete melk? Dat kan je er niet erin doen. En een aardappelpuree met alleen maar heet water erin, dat lijkt me helemaal niet lekker. Ik weet niet hoe je dat dan zou moeten doen. Geen flauw idee. Maar de taalwaarheden, die blijven staan. En dan die vraag dan, wat is het antwoord op een vraag? Die is niet zo moeilijk hoor. Ik weet hem. Maar denk jij er eens even over na? Jij zal dan gelijk zeggen, maar ja, maar wat, wat is de vraag? Ja, maar dat... Ja, je, ja, de vraag, nee, het is gewoon een vraag. Er is een vraag, en wat is dan het antwoord? Oké, jij zegt, ja, dat weet ik niet. Nou, ja, dat is fout. Dus, dan weet je het antwoord dus niet. Want anders gezegd, om je nou een beetje op weg te helpen dan... Hè. Jij krijgt een vraag te horen... Of die wordt aan jou gesteld. Nou, wat zeg je dan per definitie? Wat is het antwoord altijd? Op een of andere manier: wat is het antwoord altijd? Nou, het antwoord is ja. Dat is het antwoord: altijd. Ja, als iemand nou aan je vraagt, uh, wil je een klap voor je bek? Dan is toch het antwoord ja. <laughs> ja, als iemand aan je vraagt, uh, wil je soms dood? Zeggen uh, ja. Ja, waarom niet? Ben je van het leven af? Wil je dat je vrouw vreemd gaat? Dan denk ik uh, ja. Ben ik gelijk van mijn vrouw af? Dat klinkt een beetje bot of zo. Maar in principe is het antwoord altijd ja. Iemand stelt een vraag. En, en daar heb je begrip voor. Dus je bent altijd positief in je, in je reactie. Mensen die beginnen met nee, dat, dat is niet leuk. Die mensen die daarmee komen, dan stel je zo'n vraag. Of zo, en dan zeggen ze als eerste nee, dat kan je wel zeggen. Die mensen die, die sporen niet. Die zitten niet lekker in hun vel. En dat is eeuwig waar. Je moet helemaal geen nee zeggen op een vraag. Op een vraag moet je altijd ja zeggen. En dan kijken wat er gebeurt. Er zijn misschien wel wat grensgevallen hoor. Want uh, ja, wil je dat je vrouw vreemd gaat? ik heb je dan zeggen ja. <laughs> maar ja, ze is een beetje. Uh... Ik ga zeggen ja. Maar ze doet het niet. <laughs> ja, we zijn heel gelukkig getrouwd. ja, kan ik wel ja. willen. Maar... Ja, want waarom zou iemand dat aan je vragen? Dat is natuurlijk uh, vragen naar de bekende weg. Hè? Dus op die vragen kan je gewoon ja zeggen, want er wordt gevraagd naar de bekende weg. Maar alle andere vragen, ja. ben je in voor een leuke avond? moet je zeggen ja. Zal ik je een keertje midden in de nacht bellen als ik een idee heb? Dan zeg je ja. Of niet? Als ik dan weer eens een keer een feestje geef voor uh, dat soort mensen, zal ik jou dan ook uitnodigen? Dan moet je zeggen ja. Dan moet je altijd ja zeggen. Dus is een vraag dan een vraag naar de bekende weg, waarop het antwoord eigenlijk nee is. Hè, van wil je dood of zo? Dan moet je zeggen ja. En dan moet je zeggen wat, wil je dood? Dan zeg je zegt, ja. En waarom dan? Nou, dan hoef je nooit meer af te wassen. Ben ik eigenlijk van de gesodemieter af. En nou, dan zeker ook van die mensen die aan me vragen: wil je soms dood? Dan ben je gelijk van het gouden hoer af. Altijd ja zeggen. Die andere die is ook heel leuk. En dat is de vraag: waar ligt het universum? Ben je daar geluid? Dat is heel leuk. Om je op weg te helpen, het universum, dat is alles wat er is. Dus buiten het universum is er niets. Letterlijk, dat is taalkundig zo. Buiten het universum is er niets. Want alles wat er is, behoort tot het universum. Dus buiten het universum is er niks. Dus waar ligt het universum dan? Ja, nergens dus. Je kan niet zeggen het universum ligt links voorbij uh, lalalala la 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 ofzo, want dan is er iets buiten het universum. Dus het universum heeft geen locatie. Dus dat is een beetje lastig eigenlijk, hè? Maar waar ligt het dan? Want het moet ergens zijn, toch? Ja, momenteel zit ik tegen jullie te praten en... Nou, volgens mij praat ik toch... Uh... <laughs> We zitten in het universum. Hè? Mm -hmm. Ja, dus waar ligt het dan? Maar het kan dus niet ergens liggen. Want als het ergens zou liggen, als het voorbij het uh, vijfde bushokje... en dan uh, bij de Agnitestraat uh, even onder het poortje door... en daar ligt het universum, ja, dat kan dus niet. Dat gaat allemaal niet. Ja, waar ligt het dan? Nou, het antwoord is eenvoudig. Het is echt heel simpel. Zo simpel dat je eroverheen kijkt. Het universum ligt hier. Dan ben je eruit. En dan kan je ook gelijk zeggen: van ja, dan, uh, dan is dit dus het centrum van het universum. En daarop zeg jij, uh, omdat het. Antwoord op elke vraag is ja. Dan zeg je ja. Dit is het centrum van het universum, want hier ligt het universum. Het universum is daar waar ik ben. En leuke dingen in de taal, vind ik dat. Er is ook zo'n aardige. Met die discussie tussen de mensen die dan vinden dat de zon het middelpunt is van het zonnestelsel. En dat het centrum van het universum ergens ligt. Daar draait dan het melkwegstelsel omheen, en wij draaien dan binnen het melkwegstelsel om het middelpunt van het melkwegstelsel, en wij draaien met de aarde om de zon heen, en dat heet allemaal heliocentrisme. Helio verwijst naar Helios, de Zon. Er zijn ook mensen. En die zijn niet heliocentristisch, maar die zijn. Uh, dat weer. Dat de Terra, dat de Aarde centraal staat. Dat ook weer. Ik kan het nu opzoeken op Wikipedia, maar dat doe ik lekker niet. Het schiet me zo te binnen. Aarde heet Terra. Ja, en die zien de aarde dus als het centrum. En dat de zon om de aarde draait. Geocentrisme, hè, natuurlijk. Ja. En de zon draait om de aarde heen. Ja, wat is waar, volgens jou? Nou, het antwoord is, uh, de wiskunde die hoort bij het heliocentrische model is nog niet klaar. Daar zijn we nog niet uit. Hoe, hoe dat dan in elkaar zit, hè? qua sinus, cosinus en tangens en alles. En, uh, ja, het rekenwerk wat we eraan gedaan hebben, dat ziet er ongelooflijk ingewikkeld uit... Het schept niet veel vertrouwen in een eenvoudige oplossing qua wiskunde. Terwijl het geocentrische, sorry, het heliocentrische model waarbij de aarde om de zon draait, dat ziet er veel eenvoudiger uit. Maar schijn bedriegt hoor, want het, het heliocentrische model. Er is een man geweest en die heet de Kepler. En die heeft aangetoond dat als je het hebt over drie hemellichamen, dan kan je nog uitrekenen hoe de banen van de hemellichamen zullen zijn. Als je dan een zon hebt met een aarde en een maan, dan heb je er drie. Kan het volgens mij nog net dat je dan weet hoe de banen zullen zijn? De zon staat dan relatief stil, maar ook niet echt. Die gaat ook een beetje heen en weer. Wist je dat trouwens? Dat het daadwerkelijk zo is. Dus de aarde en de zon die trekken elkaar aan. Dus de aarde trekt ook aan de zon. Dit is uh, Newton. En Kepler is het vervolg op Newton. En, en dat klopt vrij aardig. Dan kunnen we met dat beginsel kunnen we ook verklaren waarom het twee keer per dag vloed. is. Dat komt omdat de aarde om de. Omdat de maan om de aarde draait. En dat, het, dat de maan niet om de aarde zelf draait, maar dat. De aarde en de maan draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt. Zo, zo, zeg je. zo moet je het zeggen. Ja, kortom, het heliocentrische model, die wiskunde lijkt wel heel eenvoudig, totdat je er echt in gaat verdiepen en dan wordt het ook heel ingewikkeld. Het geocentrische model bedoel ik. En het heliocentrische, nee, zeg ik fout. Het heliocentrische model lijkt een stuk simpeler. Maar um, het is ook heel erg ingewikkeld. En ja, als jij. Uh, s morgens wakker wordt. dan spreek jij uh, van de zonsopgang. Je ziet de zon opgaan. Dus ja. vanuit de taal gezien. Uh, beweegt de zon zich rond de aarde, hoor. En uh, dan zijn er ook mensen, Jurk zei dat laatst weer, Jurk Liesman, van ja, de aarde is het centrum van het universum. Huh? Waar ik toch helemaal geen enkel probleem mee heb, hoor. Taalkundig gesproken. En dan draait dus alles om de aarde. En dan hoor ik gelijk al een of andere scepticus zeggen: van ja, maar wat nou als er meerdere aardes zijn, en dat die mensen op die andere aardes. Andere terra van die bewoonbare planeten. Beschimmelde bollen, zoals uh, Arthur Schopenhauer dat zo eerbiedig zegt. He, want de maan is niet beschimmeld en Venus ook niet en de aarde wel. Dus. Uh. Ja, als die dat ook gaan lopen brullen, ja, hoe kan het universum nou draaien rond al die verschillende aardes? Ja, dat weet ik dan ook niet, maar waarom zou dat daarom niet kunnen? Kijk, het feit dat wij ons iets niet voor kunnen stellen, betekent niet dat het niet zo is. Punt. Ja, dat, dat, leer je, dat leer je allemaal door de taal. Leuk man, taal is heerlijk. En dat maakt mij ook, hè, als taal-minnend uh, persoon, ik, uh, ik heb ook helemaal geen uh, deel aan het debat tussen de heliocentristen en de geocentristen. Het maakt mij niet zo gek veel uit en bottom line vind ik het. Beter om uit te gaan van het geocentrisme. Ook al is die wiskunde dan heel erg moeilijk. Maar dat is die bij het heliocentrisme ook. Het is allemaal niet zo makkelijk. En wat Kepler ook heeft aangetoond, dat als je het hebt over meer dan drie hemellichamen, dan kom je er helemaal niet uit. Dus dan kan je geen baan meer berekenen. Echt niet. No way. Dat was ik nog even vergeten te zeggen. Dus wat maakt dat eigenlijk uit? Hè? En zo'n andere, zo'n filosofische vraag is: heeft leven zin? Wat vind jij? Is het zinvol om te leven? Wat is jouw mening eigenlijk? Dus stel iemand zegt, laten we ervan uitgaan dat het leven zinvol is. Hè? Dan is toch de vraag waarom? En dan zou iemand kunnen zeggen, ja, het leven is zinvol, want het is heel erg leuk. Dan is mijn vraag gelijk van ja, of mijn opmerking is van ja, het is leuk als het leuk is, maar je gaat mij niet vertellen dat het altijd leuk is voor iedereen. Wat is dan de zin van het leven? Het is best een moeilijk om te beantwoorden als je alleen maar uitgaat van de materie. Snap je? Ga je uit van het woord? Ja, dan heeft het leven zin omdat. Alleen het leven het woord voort kan brengen. Ja, zo zeg ik het goed. Verspreiden. Alleen het leven kan het woord verspreiden. Dus dan is het nut van het leven dat het woord verder komt. Dan is het leven dus ondergeschikt aan het woord, aan de taal. En dan is het nut daarmee ook duidelijk. Want zonder leven stopt de taal. En de taal is alles. En dat de taal alles is, ja, dat komt weer uit de Bijbel. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Dat is heel erg mooi als je die, Vind ik dan, hè? Mag jij anders over denken. Als je die inhoud van die Bijbel tot je neemt en accepteert. En er staan dan stukjes in waarvan je denkt, van, ja, wat moet ik daar nog van denken? Ik ingewikkeld hoor. Ja, met die, die ark van Noach bijvoorbeeld. Dat... Ja, uh, uh, iedereen ging erin, met die dieren en zo. En toen deed God deed de deur dicht. Ja, dat zaten er dan zo even, hè, Van, ah, uh, God deed even de deur dicht. Oké, okay. maar uh, dan denk je vervolgens te denken van, wat? God deed de deur dicht bij de ark? Oeh. Nou zeg. En dan ook een heel ingewikkeld verhaal, hè, met dat... Dat voordat die zonvloed kwam met Noach... Oh, het had het helemaal nog nooit geregend op aarde. Jeetje. Ja. En al het water was er wel, maar het zat dan bovenin. En, en er was dan een soort van scheiding. Dat het water werd aan één kant gehouden, namelijk aan de bovenkant. En toen heeft God als het ware aan een touwtje getrokken. En toen was die scheiding was weg. En dan donderde al dat water omlaag. En het begon ook vanuit beneden naar boven te spuiten. En... Wauw. Ja. Dat waren andere tijden, hoor. Ja, en ik, hoe, hoe kon dan die Mozes dat allemaal geweten hebben? Ja, dat weet ik ook niet. Is hem ingegeven door God? Is ingegeven door het woord, het... En want God is het woord. Hè? Want uh, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. God en het woord, dat is één. Hè? God en de wil, dat is ook één. God is de wil, God is het woord. God is, uh... In uh, Genesis 1, vers 1, daar staat uh, als eerste uh, birschiet. Barah Elohim. In den beginnen. Schiep. Barah is schiep. En dan krijg je Elohim. Ja, wij zeggen nog God. Hè? Maar in het Hebreeuws staat er niet God. Er staat Elohim. Dat is punt 1. Het is meervoud. Ik weet een beetje van. Ik weet nog niet veel van Hebreeuws. Maar ik weet dat Elohim. Dat is meervoud. En dat betekent zoveel als. Krachten of machten. Ah, dan kom je terug bij het begrip wil van Schopenhauer. En het is dan niet een kracht of een macht in de fysieke zin van het woord. Het is een, een power die er is ja, buiten, boven, onder, dingens, de materie. En dat is het daadwerkelijke, daadwerkelijke dat er is. De rest is een illusie. Dat weten wij vanuit het woord. Interessant, vind je niet? Ja, ik vind het interessant. Voor mij komt het ook zo allemaal samen. Hè? Dus. Had dan, je hebt dus de Bijbel, dat is toch het boek voor de gelovige mens. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zichzelf een gelovig mens noemt en geen kennis heeft van de Bijbel. Dus, ja, en ben je geen gelovig mens, ja, dan val je volgens de Duitse filosofen. Um, ja, in de categorie eh, dombo. Niets nut. Of hoe heet dat op zijn Duits? De Immanuel Kant heeft op basis van het woord overigens het weten dermate begrensd dat het opgeheven is. Als antwoordmachine. Op de, ja, de totale vraag. Van echt alles. Wil het weten geeft antwoord op de vraag. Uh, perische dochter komt eten. En uh, hoe moet het met die met die stoofschotel? Ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, dat is het weten. Maar dat is begrensd. Het weten kan je vertellen hoe je die aardappelpuree moet maken. En het weten kan je vertellen wat voor soort aardappels je moet gebruiken. En dat je er geen bintje voor moet nemen. Nou, ja, een bintje kan wel, want een bintje kan je voor van alles nemen. Maar ja, als je dan toch een aardappelpuree maakt. Ja, uh, dus had je zo'n aardappelboer op de markt. En, ja, die verkoopt hele lekkere aardappels. Ja, natuurlijk ga ik daar naartoe. Ook om tegen mijn dochter te kunnen zeggen: van, Ik heb het weer van de markt. Want zij, ja, ze kent die man. Ja, niet van in het echt, maar ze kent hem van gezicht. Oh, die heeft zulke lekkere aardappels. Ja, natuurlijk. En dat is het weten. Heel handig, heel fijn. Iemand in kant heeft dat weten begrensd. En gezegd van, het is hartstikke leuk dat weten. Het geeft geen antwoord op de totaalvraag. Moet je het dan zo zeggen? Op de vraag van, heeft het leven zin? Die ik net heb beantwoord. Het leven heeft zin. Omdat zonder het leven het woord niet doorgegeven wordt. En wij zijn niets meer als een doorgeefmachine voor het woord. En het woord moet doorgegeven worden, want het woord is alles. Het leven is ondergeschikt aan het woord. En daarom heeft het leven zin. Maar dan moet je wel meedoen met het woord. En als jij je leven liegend, bedriegend doorbrengt, ja, dan breng je niet het woord voort. Nee, dan breng je de leugen door. En nou, de leugen heeft er nooit iemand van hem gehad. Dat, dat snap je toch? Dat hoef ik niet uit te leggen toch ja. dat moet ik er wel uitleggen. Wanneer was de laatste keer dat jij het plezant vond dat er tegen je gelogen werd? Als iemand zei uh, lalalala, Gerda is in de keuken en jij dan oh is Gerda in de keuken en, oh nee maar dan uh, moet ik opschieten en, oh, 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 oh. en dan denk je ben je helemaal je uh, hele agenda omgegooid want Gerda is in de keuken en dan doe je de keukendeur open en dan wil je tegen Gerda zeggen van, en dan blijkt ze helemaal niet in de keuken te zijn en dan ga je naar die persoon terug die zei dat Gerda in de keuken was en zegt ja ik heb er helemaal rekening mee gehouden dat Gerda in de keuken was en nou blijkt ze helemaal niet in de keuken te zijn. En dan zegt die persoon: Ja, ik was aan het liegen. Dat vind je toch niet leuk? Toch? Het is de waarheid, de universele waarheid: dat niemand het leuk vindt dat er tegen hem of haar gelogen wordt. Punt. Helemaal nooit niet. Er zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld met een goochelaar. Een goochelaar liegt. Per definitie. Want die doet alsof hij een lege hoed heeft. En dan doet hij alsof hij vanuit een lege hoed een konijn kan toveren. Maar dat is een leugen. Dat... Hij doet je geloven dat hij dat kan. Maar hij kan het niet echt. Goochelaars zijn per definitie leugenaars. Alleen die liegen dan zo geavanceerd dat. Ja, mensen vinden dat leuk. Ja. Het is leuk om je kind mee te nemen. Een, uh, een acteur op een, op een toneel of in een film of zo. Nou, ja, eigenlijk elke film is, is een leugen. Maar ja, toch vinden mensen het heel leuk om naar een film te kijken. Of een roman. Elke roman is een, is een leugen. Maar mensen vinden het dan leuk. Maar dan weet je dat je. Nou, aan een leugen begint, dat je een leugen consumeert. Of zo. Maar niemand vindt het leuk om de leugen verkocht te krijgen op de manier waarop de leugen bedoeld is. Namelijk dat hij verkocht wordt, verkondigd wordt als waarheid. En iedereen denkt, oh, Gerda in de keuken. En dan blijkt later dat Gerda helemaal niet in de keuken was. Is of zal zijn. Dat vindt niemand leuk. Nooit niet. Ja, denk er maar eens over na. Dat, uh, dat is gewoon tegen jou. Dit zijn filosofische vraagstukken. Het gaat om taal. Er is ook zoiets. Als iemand tegen een ander iets zegt wat zonder meer waar is. Dan ervaart die ander dat als een belediging. Dus je mag... Mensen niet dingen vertellen die ze al weten. Als je bijvoorbeeld tegen iemand zegt: Zaken zijn zaken, dat vinden mensen helemaal niet leuk. Ze houden niet van dat soort opmerkingen. Probeer het maar eens uit. Op het moment dat mensen dit soort dingen gaan zeggen. Of let maar eens op in je omgeving. Als mensen dit soort dingen gaan zeggen. nou, zaken zijn zaken hoor. Of als mensen zeggen. nou, ieder mens is anders. Of mensen zeggen. Uh, smaken verschillen. Of mensen zeggen. noem het maar. Het zijn van die dooddoeners. Dat is helemaal niet leuk. En ze duiden, uh, dus twee mensen die zo tegen elkaar spreken. dus De ene die gooit zijn dooddoener erin en de andere gooit er nog een dooddoener overheen. En, uh, ja, dit, dan gaat het niet leuk tussen die twee mensen. Dat is geen gesprek. Dus alles wat je zegt tegen een ander, dat moet informatief zijn, het moet waar zijn. En het moet informatief zijn. En als het niet waar is of als het niet informatief is, dan moet je het niet zeggen. Want mensen willen niet geconfronteerd worden met dingen die niet waar zijn, terwijl ze verkocht worden als waarheid. En ze hebben geen behoefte aan dingen die niet informatief zijn. Het kan ook zo zijn dat jij iemand iets vertelt, waarvan die persoon denkt van jeetje waarom krijg je dit? Deze informatie zit ik niet op te wachten. Dan zijn mensen ook vaak geïrriteerd. En dan, als het dan niet zo is, dan moet je je haasten om die ander duidelijk te maken van ja, dit lijkt overbodig wat ik nu zeg, maar dat is het niet, want. En dan zal die ander zeggen van oh nee echt waar? Oh nee, nee, maar zo had ik het niet begrepen. Ik zei: Ja, dat dacht ik al. Ik zag je zo een beetje zagrijnig kijken. Dus je dacht waarschijnlijk dat het niet informatief was. Maar het is wel informatief wat ik nou zeg. Alleen op een terrein dat jij het niet verwacht had. Ja, leuke dingen zijn er toch, hè? Taal. Dingen rondom de taal. Hè? En vandaag had ik met mijn dochter sms'jes gestuurd. En hij vindt het zo fijn, hè? dat zij stuurt mij sms'en en die kloppen. Een, dus dat zijn sms'jes met een kop en een staart. Zonder typfouten. En als er wel een fout in zit, dan krijg ik nog een sms'je. En dan doet ze de correctie. Dus dan krijg ik een eratum. Met het juiste woord er wel in. Dus dan, dan, als je snel sms, dan kan je een n krijgen terwijl je een m bedoelt. Of weet ik veel wat. Die kennen het toch wel. En dan stuurt ze altijd een correctie. Dat ja, vind ik zo fijn hè. En vandaag kreeg ik een smsje van haar. En dat was een, uh, een smiley met een uitroepteken. Kijk, dat is ook taal. Well, lekker to the point. We waren allebei op ons werk. Nou, zij zit dan op stage, maar daar krijgt ze ook wel wat voor. En, en ik was dan echt aan het werk. Maar even een smsje onder je werk, dat mag toch wel. Ja, gewoon lekker uh, even, even chatten met je dochter. Niet zo heel veel natuurlijk, Gewoon een paar. Hè? Dat is ook weer zoiets. Gewoon een sms'je en dan krijg je een sms'je terug. En dan is het ook klaar. Dat ik ook wel lekker tussen mij en mijn dochter dat we. Ja, we kletsen niet zoveel. Dus dat hebben we eigenlijk niet nodig. Als ze dan bij mij komt dan Dan komt ze dus maandag komt ze dan weer en dan weet ik nu al dat. Ja, dan gaan we zo'n beetje dingetjes uitwisselen die er gebeurd zijn en dan stel ik een vraag. En, uh, en er zijn nogal wat ja, onderwerpen die ik met haar toch echt wel eventjes wil uitdiepen. En ik neem me iedere keer voor om, als ze dan weer eens komt, om daar toch eens eentje van uh, op tafel te leggen. Maar dat is allemaal categorie Beerput. Slash, uh, wat er gebeurd is in het verleden. En dat. Ja, en dat voelt dan niet zo uh, lekker op dat moment. Dus. En nu denk ik ook, van, ja, het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Bedoel, dat komt wel een keer en dan bespreken we dat. En, en misschien als je lang wacht, dat het ook makkelijker wordt om het dan tegen die tijd te bespreken... ...als we het er nu gewoon niet over hebben. En ons beperken tot, ja, niet slap oude hoeren of zo. Hoor. Want dan vraag ik aan haar, hoe was je dag geweest? En dan vraag ik ook echt even door. Hoe zit het met dit en hoe zit het met dat? Oh ja, en we gaan het hebben over koolstofdioxide. Want daar heeft me dam door echt een paar uh, hele vreemde gedachten over en daar hou ik niet van. Uh, wel een beetje scheikundig verantwoord nadenken over je omgeving en niet uh, die idioterie van Greta Thunberg. Uh. How dare you. Dat gaat toch weer. Nou, ja, dat gaat denk ik wel uh, een half uurtje aan. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Maar uh, echt, uh, daar zie ik er wel naar uit. Een leuk CO2-debatje met haar. Ik ga er niet vanuit dat ik haar snel aan mijn kant van de zaak krijg. Ik denk dat zij behoorlijk bij vasthouden aan haar uh, Greta Thunberg-idioterie. Uh, maar dat maakt me niet uit, toch? Ja, wat is dat nou? Ik ben nergens bang voor. Ik heb het gelijk aan mijn kant. Ik weet waar ik het over heb. Zij zei ze, laatste, had ik ook zoiets dat ik tegen haar zei. Van, ja, moet je luisteren. Ik ben landbouwkundig ingenieur. Afgestudeerd in de richting milieuhygiëne. Met als specialisme uh, luchtverontreiniging. En toen gaf zij als weerwoord: van ja, dat kan jij wel zeggen, maar ik ben geboren bij de eenwisseling, dus ik ben van de nieuwe generatie. En ik was dat er weer van argument. Maar ja, dat was toen al op het einde van. ze moesten op punten soms om weg te gaan. Dus toen had ik ze ook gezegd: van nou, ah, volgende keer. Hè? En dan gaan we niet op het einde erover beginnen, maar dan beginnen we er wat eerder over. Dan gaan we het dan wel afmaken. Kijk, ik heb toch gelijk. Dus. Ja. Dit gaat dan toevallig over wetenschap. Maar ik weet hoe de wetenschap in elkaar zit. als we het hebben over koolstofdioxide. En dat is niet de idioterie van die janktrut uit uh, Zweden. Die met het blote oog koolstofdioxide kan zien. Ja, dan ben je door echt van uh, de ratten besnuffeld hoor. Oh, ga toch weg. Hoe kan dat nou zeggen van jezelf, dat je koolstofdioxide kan zien? Het is duidelijk dat Geta Toenberg. Ja, die, die is gediagnosticeerd, hè? die heeft OCD, dus Obsessive Compulsatory Disorder. Dus obsessieve dwangtoestandenstoornis. Obsessieve dwangstoornis, moet je zeggen. Dus dat heeft ze. En ze heeft ook het syndroom van Asperger. En haar zus, ze heeft ook nog een zus en die heet Beate. En die heeft dat ook. Dus dat is even lekker leuk. Dus die beide ouders hebben het goed gedaan in de opvoeding, hoor. En dan beweert er zo'n, uh, zo'n Greta. Die beweert dan dat ze koolstofdioxide kan zien. Ja, dat betekent dat zij dus infrarood gaan waarnemen. Want anders kan je koolstofdioxide niet zien. Ja. Dus in het infrarode spectrum moet je koolstofdioxide kunnen zien als een zwart. Ja, als, als zwart. De kleur zwart heeft het dan. Dus heb je dat zonlicht. Dan heb je een hoop warmte. Dan heb je een warmtebron en dan kijk je naar met de infraroodcamera. En als je dan koolstofdioxide tussen de camera, de infraroodcamera en de bron doet, de infraroodbron. Dan, dan zie je dat koolstofdioxide als zwarte rook. Of zo. Ja, dit is geen rook natuurlijk, maar een zwarte damp. Maar daarvoor moet je wel infrarood kunnen waarnemen. En dat kan Greta Thunberg niet. Dat kan geen enkel mens namelijk. Alleen bepaalde vogels kunnen dat. Roofvogels, haviken en zo. En dat vermogen hebben ze, want daar kunnen ze arme prooidiertjes mee spotten. Die zich proberen te verbergen tussen de grasprieten maar ze die een ja, zo'n muis bijvoorbeeld ja die muis die emiteert niet zoveel infrarood maar een muis die doet heel regelmatig een plasje als hij ergens naartoe loopt dan markeert hij als het ware zijn pad met kleine sprietjes, muizenpis. Ja en, en dat zijn warme druppeltjes en die emiteren infrarood en dat ziet een roofvogel en die ziet dus al die puntjes. Lichte puntjes dus. Straalt in van rood uit. En die roofvogel weet dan, een puntje, 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 puntje. En dan stoppen de puntjes en dan weet die roofvogel, oké, okay, daar woont die Of daar woont, daar loopt die muis. En dan komt er weer een nieuw puntje en dan kan die roofvogel ook meten hoe snel die muis loopt. En dan begint hij aan een duikvlucht. En dan zoep. Nou, lekker een prooidiertje voor de roofvogel. Ja, dat zien we maandag alweer. Ja. Ga ik lekker kletsen met mijn dochter. Vond het een mooie beschouwing over de ja, filosofische vraagstukken. En de zin van het leven heb ik het over gehad. Ja. En komende maandag ga ik de wetenschap toepassen om dat kind te behoorlijk eten te geven. Een Hollandse herfspot. Rode kool, aardappelpuree en stoofvlees. Oh ja, dat had ik ook nog geschreven in die sms. NL etnisch stooflees. Nederlands etnisch. Want zij zo heel erg inclusive, hè? Niet, uh, alles wat uit het buitenland komt zeg maar, is in principe beter. Maar is natuurlijk ook NL-etnisch. Oer Hollands. Stoven vlees van eigen bodem, zullen we zeggen. <laughs> en daar trapte ze in. En zei, Ja, lekker. Nee, ja, dat was wel wat. En tegen jullie zeg ik heel tevreden: vanuit mijn Ikea-bedje. Op zijn hamburgers. Tjus en dag lieve taalliefhebbers.